Carlijn, tweede jaar van de ploeg. Wat was het mooiste moment vorig jaar? Dat ik me plaatste voor de wereldbeker in het begin van het seizoen. Natasja, dat was een rotjaar vorig jaar, hè? Klopt. Ben je weer helemaal fit? Ja. Wat had je? Hernia. Opgelost? Opgelost. Ja. En nu? Knallen. Anouk, ik heb een boos gezicht gezien na de EK afgelopen winter in Boedapest. Ja, dat klopt. Toen was ik niet tevreden. Kijk jij tevreden terug op het jaar? Ja, ik heb een heel goed jaar gehad. Alleen op de grote toernooien dan kan ik nog beter. Wil ik nog beter. Floor, nieuw gezicht. Ja, ik ben nieuw bij Team Corendon. Wat was jouw leukste moment van het afgelopen jaar? Van alles. Het was een heel leuk jaar, maar ik denk dat dit jaar nog leuker gaat worden. Waar zat je vorig jaar? Bij Gewest Friesland. Jorien, ook nieuw. Ja, ook nieuw in deze ploeg. Jeetje, wat had jij het moeilijk in oktober, november, december en januari? Ja, snel vergeten. Maar het slot was nog aardig, hè? Ja. Ik heb het seizoen mooi afgesloten. Hoi Roxanne, even naar Marije. Mooiste moment vorig jaar? Mooiste moment? Schaatsweek was het meest succesvol voor mij, maar ja, daar hing niet zoveel van af. Roxanne, de wereldkampioene van 2009. Hey, weg bij Jan van Veen, dat had ik niet verwacht. Misschien had jij niet verwacht, maar de sponsor hield ermee op. En dan ga je zelf ook voor jezelf terugkijken en verder kijken. En dat heb ik gedaan. En ik werd benaderd door dit team Corendon en daar ben ik hartstikke blij mee. Wil je hier bij Jan blijven? Ik denk dat het voor mij goed is vernieuwing en nieuwe uitdaging. Wat moet je niet meer doen? Wat moet ik niet meer doen? Dat is een goeie. Ik moet gewoon beter focussen met de goede wedstrijden. Floor, wat heb jij geleerd van vorig jaar? Wat moet je niet meer doen? Met mannen trainen, daar staan ze. Niet meer doen. Niet meer doen. Wel, ik moet ze wel doen. Met mannen trainen. We hebben over mannen gesproken. Nieuw bij team, kun je je even voorstellen? Jij bent ook nieuw. Ik ben ook nieuw, net als de mannen. Stel eens even voor. Dit is Bas Bergvoets, komt uit Gewest Noord-Holland Utrecht. En hij is nieuw bij ons team. Dit is Riek Nauta, is samen met mij vanuit Gewest Friesland gekomen. Marije, wat moet jij niet meer doen? Niet meer doen. Me druk maken om randzaken. Het afgelopen jaar ben je gedaan? Denk ik. En wat heb je vooral geleerd van Renate het afgelopen jaar? Om ook op slechte momenten toch bij jezelf te blijven en daar ook wel weer uit te komen. En toch wel weer naar je niveau toe te gaan waar je eigenlijk wel thuis hoort. En Roxanne, wat wil jij niet meer doen? Wat heb je geleerd om niet meer te doen? Wat ik niet meer wil doen. Dat is een goeie. Mag ik even springen? Je hebt nu alles een beetje negatief. Wat moet je niet meer doen? Je moet altijd zeggen van, wat wil je wel doen? Of je moet het altijd positief brengen. Dat heb ik altijd geleerd. Roxanne, wat wil jij wel doen de komende zomer? Ik wil wel doen. Ik wil goed aan mijn sprinten werken. En ik wil heel hard schaatsen. Anouk, jij was een beetje de beste van de allrounders afgelopen jaar. Ja, ik heb met veel toernooien mee mogen doen afgelopen seizoen, internationale. En dat was heel gaaf. Ja, plaatsing goed, maar de uitwerking op het toernooi was dan net even wat minder. Ja, dat kan beter. En dat wil ik ook dit jaar wel laten zien. Ik was op de kwalificaties zat ik er wel bij, of bijna bij. En nu is het wel doel om echt op het toernooi ook beter te presteren. Toch was het eind van het seizoen voor jou eigenlijk nog een opsteker, hè? Met de deelname de WK Allround en de WK afstanden. Ja, ik heb het seizoen voor mezelf toch nog wel redelijk goed afgesloten. Ik heb WK Allround gereden en WK afstanden. Dus toch nog met een redelijk goed gevoel de zomer in. En nu nieuwe ploeg, nieuwe staat, heb ik heel veel zin in. Marije, hoe kan het nou dat jij afgelopen jaar ineens door allerlei randzaken liet afleiden? Want het jaar daarvoor zat je al bij Renate in het Drenthe. Ja. Je kent haar. Klopt, met alles het verschil denk ik ook, dat ik toen bij het Gewest zat, nu een commercieel team wat nog opgezet moest worden. Dus ja, de sponsor was er niet. Het team was er gelukkig wel, ondanks alles wel een hele goede zomer kunnen draaien. Maar helaas de winter niet gepresteerd naar wat ik had gewild. En nu het allemaal wat duidelijker is, kan je gewoon weer op schaatsen focussen? Ja, zeker. Ik hoop nu gewoon weer net zo'n goede zomer te draaien, misschien nog wel iets beter. En dan een veel betere winter.